laatste stuk van het optreden van Denise. Ja, nou, wij gaan daarna naar Burma. Denise is een veel gevraagde artiest. Zij heeft hier namelijk optreden in Beverwijk, dus moet spoedsgewijs was weer die kant opgevoerd worden. De taxi staat klaar. Hij heeft al geklopt, maar Denise zit toch nog even door. Het is only pepermoen, maar dat is heel anders. Thank you.
Ja, nu is het toch wel. Op 11 december viert. Ja, dat is, het zijn oude mensen verhaal, maar op de 11e december viert de Haagse Jazzclub zijn 65 jaar bestaan. Ik vind het ouder dan zij. Dat is niet waar, want ik heb in 1945 al een toegangskaartje gekregen voor de Nederlandse Studieclub voor Jazzmuziek. De voorganger daarvan, dat slaat maar even over de slechte administratie. Op de 11e december wordt in het Promenade Hotel dat viert. En de eerste set van die middag, ik meen dat we om 3:30 beginnen, maar zeker weet ik daar niet van. In het Promenade Hotel, mijn kwartet met Denise Jan.